De afgelopen 4 weken ging ik op reis over de grenzen van Gelderland. En dat alles vanwege het Erfgoedfestival Over Grenzen. Nog 2 weken vinden op tientallen locaties in onze provincie activiteiten plaats om de rijke geschiedenis van Gelderland te vieren. Vandaag gaan we op onderzoek naar de enorme diversiteit van de Gelderse cultuur en het landschap. Ik zat eens te denken, waar moeten we nou die laatste aflevering beginnen? Want we hebben alle kwartieren besproken. En toen dacht ik, aan dit punt. Dit is eigenlijk de navel van Gelderland. Want hier komen de 3 kwartieren samen. En dat is het enige punt waar de 3 delen van Gelderland bij elkaar komen. Het splitsingspunt van Rijn en IJssel. Dit is de Veluwe. Klein stukje Veluwe nog. Maar aan de andere kant van de Gelderse IJssel, daar liggen de Liemers en de Achterhoek, het vroegere kwartier van Zutphen. En aan de overkant van de Nederrijn ligt de Betuwe, het vroegere kwartier van Nijmegen. En al deze delen van Gelderland hebben hele eigen landschappen en een hele eigen cultuur. En die wil ik vandaag eens goed in kaart brengen. De plek waar we tijdens het Erfgoedfestival heel goed de verschillende Gelderse landschappen kunnen bekijken, is Museum CODA in Apeldoorn. In de tentoonstelling Gelderland-Grensland zien we tientallen schilderijen met Gelderse landschappen. Hallo, René. Hey, dag Karin. Welkom bij CODA. Ja, dank. We gaan een prachtige tentoonstelling bekijken. Ja, ik heb er zoveel over gehoord en een paar werken al gezien. Ik heb er heel veel zin in. Een reis door Gelderland in ongeveer 50 schilderijen. Ja, en door 4 eeuwen Gelders landschap loop je. Hoe is het idee ontstaan? Het idee is van Henk van Os. De oud-directeur van het Rijksmuseum. Onder andere oud-directeur Rijksmuseum. En Henk van Os heeft in 2008 voor onze tentoonstelling samengesteld De Ontdekking van Nederland. Prachtige landschapsschilderijen. En hij zei toen, Gelderland is dé provincie in Nederland als het gaat om kwaliteit. Eeuwenlang prachtige, inspirerende landschapsschilderkunst. Daar zou je een tentoonstelling over moeten maken. Valkhofburgt, Nijmegen. Ja, daar heeft Jan van Gooyen er minstens 30 van geschilderd. Nou, dit is een fantastisch werk uit de collectie van het Rijksmuseum. Je kan plannen hebben om een mooie tentoonstelling te maken, maar zonder genereuze bruiklenen van collega's gaat dat niet. En het Rijksmuseum is heel genereus geweest. En dat maakt ons ook heel blij dat topstukken uit andere collecties hier te logeren zijn deze zomer in CODA. Daar kan je heel blij van worden. Dit is mooi. Ja, dit is ook romantisch. Hè? Je ziet een weggetje. Dat weggetje is gestoffeerd met een meisje met een grote kruik. En hier komt een man aanlopen. Die komt van onderaf. Hè? Die heeft ook, lijkt geen benen te hebben, maar dat komt omdat hij flink moet stijgen. En dan zie je dat weggetje zo naar beneden gaan. Hier een bossage. En dan ontvouwt zich een enorme wijsheid. Dat prachtige land daarachter. Het is misschien een Hollandse wolkenlucht, maar het is een typisch Gelders landschap. Absoluut. Met 2 verschillende landschappen in één blikveld. In één blikveld. Dat je alleen maar in Gelderland hebt. Precies, alleen maar in ons Gelderland. Hier komen we in de 20e eeuw. Meest dicht bij ons. Met ook weer fantastische, mooie variëteiten van heide. Maar ook dit hele iconische werk in Harderwijk. Dat we allemaal kennen, ook die plek. En rivier, hè? Dit is de rivier, maar ook zijn uiterwaarden. Het enorme wijdse van die uiterwaarden. Op dit moment bij de stand van de rivier wat groter ruimte voor de uiterwaarden. Maar het heet niet voor niets ook zo. Het is Gelderland mooi, hè? Gelderland is echt heel mooi. Is echt heel mooi. En deze tentoonstelling laat ons weer eens ervaren de schoonheid van dat land. En dat is wel heel mooi, dat kunstenaars ons helpen om die schoonheid weer te beleven. En dan ga je met andere ogen kijken naar het landschap. En zonder dat je nou vanuit een rare nationalistische of regionale trots, maar je zegt, goh, hoe mooi is dat land? En hoe dichtbij is die schoonheid? Een beetje regionaal chauvinisme mag wel, toch? Ja, jawel. Ja, je mag best heel trots zijn dat we dit allemaal zo dicht bij huis hebben. De enorme diversiteit aan Gelderse landschappen hebben we nu, denk ik, voldoende in kaart gebracht. Dan nu de cultuur. Een van de mooiste voorbeelden van culturele diversiteit in Gelderland vind ik de schutterijtraditie. Die heb je hier op de Veluwe helemaal niet. En aan de overkant van de Nederrijn in de Betuwe ook nauwelijks. Maar hierachter, aan de overkant van de Gelderse IJssel, daar ligt de Liemers. En daar is die schutterijtraditie nog springlevend. Voordat het officieel geopend wordt, zijn er eerst nog een paar sprekers tot u. Dit was een feest. Ja, geweldig hè? Ja, echt. Als je ziet wat hier allemaal aantreedt vandaag, dat is geweldig. Maar wat gebeurt er nou vandaag? Nou, vandaag is de kringdag van Schutterskring de Liemers. De schutterijen en de gilden van die kring, die komen dan samen en die vieren gezamenlijk hun kringfeest. Hoe kan het nou dat hier in de Liemers dat het een enorm volksfeest is? Ja. Ieder dorp, hoe klein ook, of een buurtschap, heeft een schuttersvereniging. En als je hier de IJssel over gaat, op de Veluwe, dan kennen we dat helemaal niet. Nee, dat klopt. Heeft te maken een beetje met een stuk geschiedenis natuurlijk. Ook met de reformatie. Op een gegeven moment waren schutterijen, die waren in het katholieke zuiden waren die nog toegestaan en waren ze er ook nog. In het protestante noorden, daar waren vroeger wel burgerwachten. Alleen die hielden, met de reformatie zo'n beetje, hielden die op te bestaan. Dus de protestanten, daar hield eigenlijk het hele schuttersgebeuren hield daar op. En juist in het katholieke zuiden, daar bleven die verenigingen bestaan. En daarom mogen we nog elk jaar hier zo'n enorm schuttersfeest vieren. Ja, want in de Liemers, dat is eigenlijk heel lang niet bij Nederland geweest en niet bij Gelderland. Ja. Dus daar was het katholieke geloof toegestaan. Ja. En daar is die traditie tot op de dag van vandaag blijven voortleven. Ja. Ja, en hoe? Ja, enorm. Enorm. Als je ziet hoeveel mensen er vandaag de dag nog bij de schutterijen deelnemen, zeker in de Liemers. Ja, wij zeggen altijd broederschap, trouw en dienstbaarheid. Dat zijn de drie elementen, de drie pijlers waarop de Schuttersfederatie eigenlijk gericht is. Broederschap, met elkaar omgaan, trouw aan de vereniging en dienstbaarheid. En daar leggen we met name vandaag de dag veel de nadruk op. Dienstbaarheid zijn, niet alleen voor je eigen vereniging, maar ook in je dorp. Dienstbaar zijn. Je kunt met je vereniging kun je dingen doen in je dorp. Je kunt een bejaardenhuis ondersteunen, je kunt parken schoonmaken en alle soort zaken meer. Dus eigenlijk weer een beetje de oude taken die de schutterij heeft, om die weer op te nemen. Mooi vind ik dat je vindt dit dus niet op de Veluwe en ook niet in de noordelijke Achterhoek en in de westelijke Betuwe. Maar net de grens over in Duitsland heb je ook dit soort evenementen. Ja. Precies hetzelfde, toch? Nou, sterker nog, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa. Wij mogen deel uitmaken van besturen ook in Europa. En het zit echt van Tsjechië tot in Italië en van Zweden tot in Frankrijk. Overal zitten schutterijen. En als je ziet hoeveel schutterijen er in Duitsland zitten, allemaal katholisch gericht, noem ik dat dan maar eventjes. En die zijn enorm actief nog steeds. Dus de IJssel is echt een soort grens tussen Noord- en Zuid-Europa bijna. Bijna op dat gebied wel. Wat is Gelderland toch een prachtige provincie. Niet omdat het een eenheid is, maar door de enorme verscheidenheid aan culturen en landschappen. De grenzen van Gelderland ontstonden gedurende vele eeuwen die achter ons liggen in de geschiedenis. Maar die bepalen nog altijd het karakter van de provincie die we anno 2018 kennen en waar iedereen zich enorm thuis voelt. Tenminste, ik in ieder geval wel.